It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Elwing, Elwing, laat dat. Je bent al mooi genoeg, hoor? Ja. Zeg maar een hele goede middag allemaal. Dan gaat de klok. Ja. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag gewenst vanaf, ja, jullie weten het wel, Corina en de Wezenbol. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag donderdag. Ik moet om katten denken en alles. 3 oktober. En het is 13:16, oftewel 16 minuten over 1. En het schijnt 14 graden te zijn. Ook is onze Willy er al. Hoi schat. Hoi. Hoe is het met jou? We leven nog. We leven nog, ja, zoals bij mij ook hoor. En we hebben een lekker bakje koffie. Ja. Gaan we eerst nog genieten. Dan ga ik met die meisjes eruit. Elkwing. Best een dikke boef. En wat rijdt daar? Die is daar. En Gandalfie ook. Hé? Ja. Boefies. Ja, en de wasmachine draait en de droger die draait en ik heb al een telefoontje gepleegd. Ja, en daardoor vergat ik de poort open te doen, maar dat kan altijd gebeuren. Ja, druk en dan vergeet je het een het ander. Ja. Hé, Rijka of niet dan? Ja. Maar in ieder geval, het is prachtig mooi weer. Althans, dat vind ik. Werd tijd, zegt er een. Ja, de lucht is blauw, ik zie wel bewolking. Maar ach, dat is op afstand en het is niet dicht van de bewolking. Nee, want je ziet een heleboel blauwe lucht. Ook geen strepen te zien van de jamstrails. Oh, daar heb ik allemaal niet op gelet. Nou, daar heeft ze dus niet op gelet. Maar in ieder geval, hoe het met Alice is, ja, ik weet het niet. Ik deel dus een heleboel over Alice, de ex-politieagenten, die over bodegraven het een en het ander boven heb gehaald. Ze is een toppertje, echt, het is een toppertje. Maar ja, die zat vast, was weer los en die zit weer vast. Ik weet het niet hoor, wat ze nou is, of ze nou weer los is of nog weer vast. Ik weet het niet, maar het gaat op en neer daar ook. Ze weten niet wat ze willen. Ja, en terwijl ze niks verkeerds heb gedaan, hè. Nee, ze doet niks verkeerd, ze helpt alleen nog. Ja, ze haalt de waarheid naar boven. Nou, dat moet toch kunnen, of niet dan? Ik hou ook niet van leugens. Willy houdt ook niet van leugens. Of wel? Nee, ja, nee, dacht ik. Dus ja, Alice die houdt ook niet van leugens. Dus ja, die heeft ook de boel weten omhoog te halen. En ze gaat door. Nou, het is een toppertje. Ja. Maar in ieder geval, ja, dat vind ik hoor. Maar ja, wie ben ik, hè? En wie is Willy? Ja, wij zijn wij. En jullie zijn jullie. Maar ja, ik sta enkel maar achter haar. Ja, en zo zijn er meerdere mensen waar ik achter sta. Omdat ze de waarheid boven tafel weten te halen. Nou, dat zijn enkel mijn toppers. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van het prachtige mooie weer. Gaan wij ook doen. En ja, ik moet ook voor Karin nog aan het werk. Ik moet voor mezelf aan het werk. Sowieso eerst voor mezelf. Want gisteren heb ik geen vlog voor mezelf gemaakt. Want daar was ik te moe voor. Maar wel voor Karin. Ja. En dat dus. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Oh lief, leggen ze daarin. Hoe moet jij zo zuchten, meisje? En die er al uitrekken? Oh, dan leggen jullie de lekkere. Och, godje, dikkie doosie. Dan heb ik een lekker bakje koffie. Ja.
En uiteraard, Willy is natuurlijk al lang al weg, want het is, het loopt alweer tegen 4:15, ja, 17:14. En ik probeer weer wat ruimte te maken op een schijf die weer rood wordt. Ja, dat, ja, zeg het maar. Het is een beetje moeilijk voor mij alles, om dat voor elkaar te krijgen. En ik weet, ik zit nu op een andere schijf. Dus ja, ik zit eigenlijk te zoeken om ruimte te creëren op een schijf. Ja, dat dus. Maar nog steeds niet. Ik geloof dat ik hem even helemaal uitdoe, de computer, en opnieuw opstart. Dat wil ook wel eens helpen. Afsluiten. Ik heb in ieder geval al heel wat filmpjes overgeheveld en ik heb wat weggegooid. Dat ik denk van ja, hallo, het staat er lang al op internet. Wat moet ik er nog mee, weet je, weg. Maar ja. Ja, dat is nou, hoe heet dat ook alweer? Ja. D, geloof ik, schrijf D, weet ik veel. Ik kijk zo wel. Ja, en dan heb je het ook nog koud en dan ben je slug. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik had er eigenlijk twee in elkaar willen zetten. Maar of dat lukken gaat, weet ik niet. Want ik weet niet wanneer Karen, want die had nog twee afbeeldingen. Die moet bij de vlog die ik eigenlijk vandaag voor haar in elkaar zou zetten. Maar ja, zolang ik die twee beelden niet heb, kan ik niks beginnen. Dus ja, dan ga je maar wat voor jezelf doen. Ja. Oh, wauw. Ja, waar is mijn muis? Mijn muis. Mien, waar is mijn muis? Oh nee, dat gaat over mijn neus. Daar was mijn muis. Hop. Even wat intypen wat jullie neergaat. Zo. Ja, koud. Nou ja, de zon die verdwijnt ook weer die kant op. Dus ja, maar toch de hele dag lekker zon gehad, hè. Ja, echt heerlijk. Dat is grandioos. Hè, fout van politievrijwilligers, zet de deur open voor hackers. Rusland zit achter. Gaat nou niet helemaal lezen, denk ik, of wel? Akkoord van de Telegraaf. Nou, mag leiden dat de Telegraaf dan dit keer waarheid spreekt? Fout politievrijwilligers zetten de deur open voor hackers. Ja, dat kan ik niet lezen. Nee, logisch. Kost je weer 99 cent. Nou, ik ga echt niet op de Telegraaf mij gaan abonneren omdat met hun leugens. Meestal is leugens die ze vertellen. Jongen, nog aan toe. Ja, ik vind dat wel grappig. Echt. Bizar. En nog steeds rood. Data D, dus de D-schijf. Nog steeds rood. Maar ja, er is ook nog een heel stukje die er wel is. Ik weet het anders ook niet. Er is nog zo'n stuk open, laat me zeggen. En dan even goed al rood. En ik weet niet wat ik er over moet hevelen of wat dan ook. En wat ik over kan hevelen, ik daar geen verstand van hebben. Ja, maar ik weet nog wat ik weer leeg kan halen. Ja. Ho, nee, dat vraag ik niet om. Daar naartoe. Nee, ik zit drie keer te klikken in plaats van twee keer. Ik moet downloads hebben. Ja, dan gaan we. Waarom doet hij dat nou? Dat moet ik helemaal hebben. Hup, naar beneden. En dan kan ik allemaal weggooien. Verwijderen.
Ja. Hoppa. Dat laat ik staan nog. Nee, ik hoef hem niet te minimaliseren. Hup. Kan ik die ook legen? Nou, hup. Hup. Dat wil niet wat ik wil. Verwijderen. Ja. Ik gooi niet voor je lul iets weg. Hij is weer blauw. Ja, hij is weer blauw. Gewoon op de download wat je binnenhaalt. Dat één keer in de zoveel tijd ook even legen, hè? Ja, dat dus. Maar er staat nou nog wel wat in, maar niet veel. Mooi, heb ik dat ook weer gedaan? Kijk, weer met een rustig hart. Hier naartoe. Editen. Daar naartoe. Die openzetten. En dan minimaliseren. Weer editen. Nieuwe map. Minimaliseren. En daar naartoe. En daar staat weer. Want ik heb mijn camera's ook gelegd. Dus dat heb ik ook gedaan. Moet ik naar de 18e toe. 18, 1. Even zien hoor. Even naar 19 toe. Want daar sluit ik meestal af. Ja, dat is die. Dus dat gaat sowieso al over naar de nieuwe map. Knippen. Huppa. Huppa. Dan ga ik er weer naartoe, want aangezien dat ik met mijn mobiel ook wel iets film. En dat staat op een andere plek. Meestal ga ik weer naar de 18e toe. Zoeken. Ja. Ik zie geen 18 meer. Maar dat zijn foto's. 18. Nee, foto's moet ik ook opruimen van de week. Nou, kan die gesloten worden. En dan kan die even zo en dan weer open. En dan ga ik daarmee aan de gang. En het is maar een kleintje, dus ja, dat dus. En ik heb koffie staan. En we gaan er gewoon tegenaan. Ja, toch? Want het moet wel weer gedaan worden en ik moet er eigenlijk meer maken dan één. Dus ik hoop dat mij dat gaat lukken. En anders zien we wel weer. Ja, nou, mijn huis is weer lekker schoon. En Willy vond mijn kistje voor de tarotkaarten ook heel erg mooi. Dus ja, we wachten het af. Hoe is het en wat is het? Ja, en ik heb mijn telefoonnummer achtergelaten bij de DA-drogist, dus ja, komt helemaal goed. Ja, we gaan er gewoon weer lekker tegenaan. En straks de meisjes ook uitlaten, dus ook dat moet weer gebeuren. Ja, hè, meisjes van het goede leven. Lief toch? Ja, ik ben gek met ze. En dat moet kunnen. Ja, echt waar. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Smakelijk eten, bon appétit. Als jullie nog moeten eten, ik moet ook sowieso nog eten. Dat ga ik straks ook wel doen. En ik heb weer een paar dagen aan zondigen geweest. Dus ik moet weer ook eventjes om mezelf denken. Ja, ook dat komt wel weer goed. Maar ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik sta hier half op straat en half op de stoep. Waarom? Nou, er is hier in Den Helder iets leuks. Dat is een buurt en die is verbonden door 5 bogen. En dan is daar vorige week net teksten op die bogen gekomen. En ja, dat wil ik jullie toch even laten zien. We gaan er eerst doorheen vanaf deze kant, want hier begint het. En dan vanaf de andere kant weer terug.
dat ik draai jullie om en ik laat het jullie ook allemaal even zien. Dat is zo leuk. Ja, ik kan het liedje niet, maar het is nou helemaal zo. Ik weet het niet. Ja, dus we gaan het proberen. Er is een buurt verbonden door 5 bogen. Nou, dan gaan we er doorheen. Even over die put heen. Nou, ik denk dat jullie het ook wel door mijn scherm heen kunnen lezen. Hier duurt geen onvertogen woord. Langer dan een onderdoorgang. Alleen het goeds dat eruit voortkwam. Zet zich om de poorten voort. Maar dan moeten we nog doorrijden. Dan moet ik omdraaien. Dan moet ik terug. Dus dat doen we dan even. Dat is ook een ondergrondse container. De ouderwetse nog. Hoppa. Hoppa. Er is niet dat zo helder klinkt. Als het kind in mij dat opgetogen. En dat kan ik ook al lezen. Liedjes onder bogen zingt. Al haar onbevangen echoot. Al haar onbevangen echoot. Zodra mijn stem op steen weer klinkt. Hoe leuk hebben ze dat verzonnen. Ik ken dat hele lied niet, maar dat is dan heel heel ver. En daar heb je ook nog wel een boog, maar die telt niet meer mee. Die telt niet meer mee. Het is ook een hele andere boog. Ja. Die telt niet meer mee. Bij de buurt. Het is enkel die kant. Ja. Maar ja, we gaan. Nou, au. Wat zou ik nou doen? Boodschappen doen. Maar ik moest even nog wat anders doen. Maar ik weet niet meer wat. Kan je dat? Ja. Nou, maar we zien het straks verder wel. En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Tot later. En wat gaan wij doen? Rijka. Rijka. Kom dan. Wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen met z'n drietjes? Lekker naar bedje toe. Ah, lekker naar bedje toe, hè. Ja. Want we hebben gelopen, hè, hier. Ja, we hadden al op bed willen leggen. Maar ja, er was het een en het ander bezig, hè. Computer was nog bezig. Om filmpjes binnen te halen van Karin en Roderick. Ja. En dat wou niet zoals het, we waren gewend. Dus ja. Dat dus, anders had ik ook al op bed gelegen. Ook dat dus, want ik had bij tijd naar bed gewild. Ik had tijdens de televisie al uit. Ik denk, en dan voor 12 dan met de meisjes uit. En dan kan ik nog even een wijntje drinken en dan naar bed toe. Ja, ik heb nou mijn wijntje nog staan. Ik heb wel al mijn fles water klaar, maar mijn kruik moet ik nog klaarmaken. Dat dus, maar dat is allemaal verder uit. Dus gedaan. Dus ja, ik wens jullie natuurlijk namens ons... Hier vanaf deze kant. En wel terug ertoe. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, stuk voor stuk. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.
Wat dacht je om te gaan slapen? Ja, waarom? Wat dacht je om te gaan slapen? In plaats van te spelen met mijn voeten terwijl ik dat ook nog voel. Dwars door een dekbed en alles heen. Hè? Jo. Denk je hoe laat het is? Het is 3:21 in de nacht, meneer. Ja. Hé. Hey. Boefie. Hé? Lekker, hè? Ja, het is laat. Ja. Oh ja? Is het zo? Boefie. Maar ja, inderdaad. We gaan slapen, zeg maar. Hè? Doei, doei.